Yes, hier Femke van Kuik nog een keer vandaag met de onthulling van de tweede wond van de gewonde healers. Namelijk de wond van zelfexpressie. En ik ben heel erg benieuwd wie zich herkent in deze wond van zelfexpressie. Ik ga je uitleggen hoe je deze wond kunt herkennen. En je zou ook kunnen zeggen dat deze wond te maken heeft met de angst om te shinen. En alles is tegenovergesteld van wat het lijkt te zijn. Als je een angst hebt om te shinen, om jezelf te zijn, om naar voren te stappen, om letterlijk en figuurlijk op het podium van jouw leven te gaan staan, dan is dat jouw pad. Dat is wat jij hier te doen hebt. Om jezelf te laten zien, om jezelf op een creatieve manier uit te drukken. En die wond, die kan ervoor zorgen dat jij geraakt bent in hoe jij jezelf tot uitdrukking hebt gebracht. En daar zitten herinneringen opgeslagen. En die herinneringen kunnen uit je jeugd komen, maar ook uit vorige levens. Wat deze wond kan doen voor jou, is dat je niet doet wat je werkelijk wil, omdat er diep van binnen in jou een stemmetje zit die niet gelooft dat jij uniek bent. Die gelooft dat jij geen talent hebt. En dat is een hele interessante. Want die angst om niet uniek te zijn, die ben ik zelf ook tegengekomen. Hoewel dit niet mijn grootste wond en schaduw is, ken ik deze wond als de beste. Dat komt omdat deze wond, deze inhoud, op een andere plek in mijn leven voorkomt. Wat belangrijk is bij deze wond, is om te beseffen dat jij een geboren leider bent. En dat jij hier op aarde bent om jezelf te laten zien, om jouw talent aan de wereld te laten zien. Wanneer jij dat doet, beschik jij over het natuurlijk zelfvertrouwen. En dat is precies hetgene wat je nodig hebt om vooruit te komen voor wie je bent, wat je doet en wat je aan de wereld laat zien. Echter, kan je ook uit een laag zelfvertrouwen, kun je je niet volledig laten zien, omdat je bang bent om bekritiseerd te worden. Is dit herkenbaar? Voor wie is dit herkenbaar? Wat had ik nog meer opgeschreven? Ja. Je wordt bij deze wond, bij jouw innerlijk kind, geraakt in het ondergewaardeerd voelen. Dus wanneer je gaat werken op het ondergewaardeerd voelen en tegelijkertijd naar voren stappen met jouw creatieve talent, dan zal je merken dat niet alleen jij zelf op gaat bloeien, maar ook jouw business, jouw relaties. Je bent hier dan ook niet om een muurbloempje te zijn. En wat het ook een beetje met deze wond is, is dat waarschijnlijk anderen heel goed jouw talent kunnen zien, maar jij zelf niet. Het is ook zo, wanneer jij hier bent om te shinen, om te stralen, en wanneer jij dus ook in jouw kracht naar voren stapt, en dit heeft ook in meer of mindere mate te maken met de levensenergie die jij hebt, wanneer jij shined, is dat super irritant voor andere mensen. Wanneer jij leeft en wanneer jij bloeit en wanneer jij laat zien wie je bent en letterlijk en figuurlijk jouw podium pakt en de wereld laat zien wat jij in huis hebt, dan kan dat gevoelens bij de anderen triggeren. Waar jij weer gewaar van bent, waardoor jij jezelf als het ware gaat inklappen, je dingen persoonlijk gaat maken en je aangesproken gaat voelen. En het kan dus ook heel goed zijn dat dit de grote reden is dat jij niet naar voren durft te stappen en dat is de angst voor kritiek. Je bent dus ook hypergevoelig voor kritiek en hypergewaar voor kritiek. Waar jij nog meer het beste in gedijt is wanneer jij niet alleen gezien wordt door anderen, wanneer je complimenten krijgt, maar doordat jij ergens gelooft, je innerlijk kind gelooft dat die ondergewaardeerd is, zal je moeite hebben om die complimenten te ontvangen. Waardoor je eigenlijk daarmee letterlijk en figuurlijk in je eigen schaduw blijft staan. Dat is hoe die wond in elkaar met elkaar verhoudt. Bij deze wond hoort ook het patroon van drama creëren.
mogelijk ook op een ongewenste manier aandacht willen vragen. Omdat je bent geboren voor de spotlight. En wanneer jij dus niet de spotlight krijgt, kan jij op een manier die aandacht vragen. Wanneer je dat doet vanuit die verwonding, dan ervaren mensen dat als negatieve aandacht. En die mensen voelen dat ook. Die voelen dat jij je lage zelfvertrouwen en je ondergewaardeerd voelen probeert te maskeren door op een negatieve manier aandacht te vragen. Deze wond ga je in ieder geval oplichten door bereid te gaan zijn om te gaan zien wie je werkelijk bent. Om te gaan zien welk groot creatief talent jij bent en wat jij in de wereld zet en daar de aandacht voor pakken. Dus jij bent letterlijk hier echt letterlijk en figuurlijk om een podium te pakken en naar buiten te treden met je creatieve talent. Dit is één van de 12 wonden. En ieder mens heeft een wond. Die bestaat uit twee delen, uit twee wonden. Ik ga bij elke wond ga ik een video maken. Kan je even terugkijken of jij erin herkent. En dit is jouw allergrootste healingwerk. Dit is ook de wond waar jij hoogstwaarschijnlijk wel weet dat het zo is. Maar het kan heel goed zijn dat jij niet de diepte in durft te gaan. Dat komt omdat jij met stukken, herinneringen, en heel vaak is dat ook voor de geleefde herinnering in aanraking bent gekomen. Dus bijvoorbeeld de wond hè, van deze, ik mag mezelf niet zijn, ik mag niet uniek zijn, ik mag niet laten zien wie ik ben. Waardoor je eigenlijk gaat aanpassen aan anderen en waardoor jouw authenticiteit verloren gaat. Hoe vaker jij je aanpast aan anderen, hoe verder jij wegrijpt van jezelf, hoe meer jij in kracht verliest en hoe minder mensen jou kunnen ontvangen wie je werkelijk bent. Dat is een beetje hoe het in elkaar zit. Ik ga dus een gewone healer training geven waarin we alle wonden gaan clearen. En dit is gewoon gigantisch wat we gaan clearen. Ik heb namelijk een heel groot vermoeden dat bij elke wond die jij leest en dat jij in heel veel stukken dingen gaat herkennen. Ik heb mega veel zin in deze training, omdat het een van de grootste, meest transformerende trainingen is die ik tot nu toe heb gefaciliteerd. Je gaat mee in al die clearing van al die wonden. Dat houdt in dat jouw leven gaat shiften op bewuste vlakken en onbewuste vlakken. Dus degene die zich echt hier echt in kennen. En dat is dit geval. Ik heb echt een angst om mezelf te laten zien. Ik heb een angst voor kritiek. Mogelijk ook dat je relatieverslaving. Dat je eigenlijk jezelf en je leven laat afhangen van de relaties. Hè? Ziet de ander mij? Bewondert de ander mij? Als de ander mij maar ziet, dan heb je mij al. Dat is echt de lagere frequentie van deze wond. Wanneer je dit shift, kan jij naar voren stappen. Ook als dit niet jouw kernwond is, maar jij wel geraakt wordt in een van deze stukken, ga jij shiften en shiften en shiften en shiften. Heb jij een vraag over die gewonde healer training? En ik heb ook weer op de tijdlijn van Facebook, maar ook in YouTube, als je deze video daar kijkt, daar staat wat meer informatie. Ik heb een heel mooi intro webinar afgelopen week gegeven voor €9,99. Kun je dat webinar kijken, terugkijken. Daarin heb ik al Sacred Activations gegeven die de start zijn van deze gewonde healer training. Dus is dit iets waar jij meer over wil weten? Weet jij dat jij nog een paar wonden hebt die best wel actief zijn en die jou saboteren? Nodig ik je uit om mee te gaan op reis en deze supershift te ontvangen. Wat ik in de andere video ook zei en wat ik voel dat ik nu nog even mag zeggen. Deze training is precies getimed in het collectief bewustzijnsproces. Want vanaf juli tot en met december dit jaar gaat dat gewonde healer teken, die gaat in de terugstand. Wat dat inhoudt, is dat jouw schaduwstukken, jouw wond, komt bovendrijven. Met één reden, zodat jij dit in het licht
kan zetten. En dat jij jezelf kan verlichten van deze patronen. En dat gaan we dus doen in die training. We gaan al die patronen die aan die wonden hangen, die gaan we allemaal clearen. Waardoor jij een mega shift in bewustzijn gaat maken. Dit gaat gewoon gigantisch worden en ik heb er echt super veel zin in. Mocht je er meer over weten, stuur me even een mail. info@deheldereboron.nl. Nou, ik ga weekend vieren voor nu. Ik wens je een hele fijne vrijdag. En dan zie je mij gauw weer met de onthulling van bond nummer 3. Bye bye!